Johnny! Johnny! Wat is er? Die fan van haar staat beneden. Oh, shit. Waar is hij? Beneden! Een beer van een fan. En ze was niet getrouwd, zei ze. Oh nee? Wat is dat dan? Sas? Sas, ja, wakker worden. Brand! Wat is er? Die kerel van je is hier. Kom op, eruit! Hou hem tegen. Je trekt dit aan. Ja, maar ik heb helemaal geen geloof. Nee, dat zei je gisteravond ook. Mooi wel dus. Kom op. Hup, ja, kom. Johnny! 1 april! Help! Ah! 1 april? Oh man. Sorry, Sasha, ik... 1 april. Sasha? Hé, hey, Johnny. Was het niet die meid die je gisteren mee naar huis had genomen? Ja. Ze ziet er heel anders uit. Ik herken haast niet. Ze is nat. Dat is het hem. En heel boos. Toen in één keer hebben we net een 1 april grap met eruit gehaald. 1 april grap? Ja, je weet wel voor de gek gaan. 1 april. Weet jij niet wat een 1 april grap is? Ik ben al blij als ik weet dat het 1 januari is. Dan zijn de winkels dicht. Op 1 april mag je iedereen voor de gek houden. Ga weg. Nee, dat is echt waar. Je houdt me voor de gek. Nee, ik zeg toch dat het echt waar is. Maar je zegt net dat je iedereen voor de gek mag houden. Hoe weet ik dan dat je me nu niet voor de gek houdt? Goed. Oké, luister. Op 1 april mag iedereen grappen maken. 1 april grappen. Een 1 april grap is een soort van geintje. Zoiets als... Een huis in de brand steken. Nou, dat is niet echt een 1 april grap, Kees. Dat is meer een soort van strafbaar feit. Het moet wel leuk blijven. Nou, ik vind het wel leuk. Weet je wat een leuke 1 april grap is, Kees? Ga naar Ma en dan zeg je tegen dat je net de laatste sigaar hebt weggegooid. Maar ik heb helemaal niks weggegooid. Nee, precies. En dat is dan net de grap. En als ze dan heel boos wil worden, dan zeg je heel snel 1 april. En dan? Nou, dan is het lachen. Nou, probeer maar. Wat gaat Kees doen? 1 april grap uithalen met Ma. Ma? Wat? Ik heb alle sigaren weggegooid. Auw! 1 april hoor! Oh, ga wel leuk wezen. Auw. Ma speelt niet mee. Dat komt omdat je hem niet goed brengt, Kees. Als je een 1 april grap uithaalt, dan moet je een beetje kunnen acteren. Kees, je moet daar wat op doen, anders wordt het een blauw oog. Hier. Doe dit er maar op. Ach, oh. 1 april. Oh, de eerste lucie van Inky. Oh. Begrijp je het nou? Je trapte erin omdat Kees het heel goed bracht. Maar Johnny, je zei toch dat het leuk moest blijven? Ja, nou, ik kan er wel om lachen. Oh. Oh, ik wou dat het 2 april was. Sjaki. Goedemorgen, wethouder. Ik was net beneden. Ik hoorde dat er vanochtend in Zonnendaal brand is uitgebroken. Wat? Het huis van de familie Vlotter ligt helemaal in de as. Wat? Dit is afschuwelijk. Dit is... Ik moet meteen... 1 april. Sjaki, hallo. 1 april. En? Ja, hij is al weg. En hij heeft nog zoveel werk te doen. Moet je dat nou zien? Waarom luistert die vent dan ook niet? Ja, het is vandaag toch 1 april, dan kan je toch zoiets verwachten? Ja. En het moet echt vandaag? Ja. We hebben die afspraak met Henny al vorige week gemaakt. Vanmiddag zouden we dit afleveren achter die oude transformatorenfabriek op het industrieterrein. Maar het is vandaag 1 april. Oh, maar dat is absoluut geen grap hoor, als je dat soms bedoelt. Volgens mij houden ze je voor de gek, Johnny. Kees, we praten hier over 4 ton. Henny laat het echt wel uit zijn hoofd om met mij een 1 april grap uit te halen. Hé, hey, Johnny. Zo, onderhand uitgelachen, jullie tweeën? Nee, nog lang niet. Doen jullie ook mee? Oké, ik voel hem. En wat is het deze keer? Suiker in de benzine, remleiding doorgesneden, banden leeg laten lopen. Let maar op. Ah, ziet er weer prima uit, hè?
Niks van. Ik heb die trui zo gisteren ook opgeborgen. Oh. Hey, zou ik nou 1 april zeggen, Johnny? Zou ik niet doen, Henky. Zou ze veel sterker, geloof mij maar. Dit vond ik nou een leuke 1 april. Kees, we moesten maar eens gaan. We hebben om 12:30 met Henny afgesproken. Hé, hey, jullie hebben niks uitgehaald met mijn wagen, hè? Zo? Kijk jij aan jouw kant. Nou, ik kan niks vinden. Maar als ik ook maar iets merk. Kom op, Kees. Instappen. Yes! Weet je waar we moeten zijn, John? Ja, ik heb hier een kaart. Hier, we moeten naar deze plek. Zie je, het is dus heel simpel. We pakken eerst de rondweg hier ook. En dan... Johnny! Hey, ben je uit? Kijk in de straat, ben je daar? Ja, zo is het goed, Johnny. Hij wilde niet meer mee ophouden, dat Ronnie. Nou, ik zet de motor maar af. Hé, hey, hoe kan dat nou? Leuk, 1 april grap. Is dat een 1 april grap, Johnny? Zo'n briefje onder de motorkap? Weet de klaksel is de 1 april grap, Kees. Weet je dat wel zeker? Als ik die 2 vanavond te pakken krijg... Dan... Hé, hey, Johnny. Hij is gerepareerd. Nee, Kees, hij is niet gerepareerd. De accu is leeg. En zonder accu kan ik die motor dus niet starten. Kijk eens aan. Daar heb je de wegenwacht. De wegenwacht? Maar het is toch... Sjaki! Oh, Johnny, Kees, oh, wat ben ik blij jullie te zien. Hoe is het met jullie moeder? En de anderen, hebben jullie het allemaal overleefd? Hoe is het met opa? Als ik ja was, zou ik de koffie een tijdje laten staan, Sjaki. Ik heb het vanochtend pas gehoord. Het is gewoon afschuwelijk dat jullie dit weer moeten overkomen. Waar heb je het over? Die brand natuurlijk, jullie huis. Brand? Wat voor brand? Jullie huis is toch helemaal afgebrand? Is ons huis afgebrand? Wanneer dan, Johnny? Vanochtend. Dat is raar. Dat heb ik helemaal niet gemerkt. Heb jij iets gemerkt, Johnny? Waar heb je dat gehoord, Sjaki? De wethouder zei tegen me... Wacht eens even, wat voor dag is het vandaag? Dinsdag. 1 april. Oh, stom van me. Oh, 1 april, grap. Oh, wat dom dat ik het niet meteen door had. Sjaki, zouden wij jouw auto even kunnen lenen? We hebben nogal haasten, die van ons die doet het niet meer. Wat? En nou, we brengen hem zo weer terug, maar Kees en ik moeten even iets wegbrengen en het is nogal laat. Ik moet eigenlijk weer terug naar het gemeentehuis. Maar wacht eens even, als jullie me daar even willen afzetten, dan kunnen jullie mijn auto wel even lenen. Sorry, Sjaki, we moeten de andere kant uit naar het industrieterrein. Je mag mijn auto wel even lenen. Ja, maar je zei net dat hij het niet doet. Probeer hem anders nog even een keertje, Sjaki. We zijn zo terug. Zeg, zou je alsjeblieft die wagen even opzij willen zetten? Oké, het is bijna 1 uur. Waar blijft hij? Verdomme. Hij had hier al lang moeten zijn. Misschien is er iets gebeurd. Nou, dat weet ik wel zeker. Hij heeft je gewoon laten zitten. Nee, Johnny zou zoiets nooit doen. Oh, nee. Dat spul is op de internationale markt 4 ton waard. Ik zou het ook wel weten. Johnny is een goede vriend van me. Die doet zoiets niet. Ik ben mijn vrouw kwijtgeraakt aan mijn beste vriend. Daarom zijn ze ook je beste vriend. Omdat jij iets hebt wat zij willen hebben. Ik heb met Johnny nog nooit problemen gehad. Nou, ik ken jou pas 2 dagen en ik heb nu al problemen met je. Hoe vind je die?
Er komt een auto aan! Zie je wel, daar is die. Wat voor wagen heeft die maat van jou? Een roze Chevrolet. Hoezo? Gewoon. Even checken. Wat voor wagen is het? Een groene eend! Dat is dus iemand anders. Heb je het hier met meer mensen over gehad? Nee, niemand. Echt waar, ik zweer het. Hij komt deze kant uit! Oké, wegwezen. Wat gaan jullie doen? We nemen geen risico, misschien is de politie wel. Misschien is het toch Johnny. Jij zegt net dat Johnny een roze auto heeft en dit is een groene. Nou ben jij kleurenblind, hoe zit dat? Ik zie niemand, Johnny. Achter de transformatorenfabriek. Nou, dat is toch hier? Waar is Henny dan? Misschien zit hij achter een van die containers. Kees, ik heb hier op deze plek met hem afgesproken. Dan ga je toch geen verstoppertje spelen? Misschien is hij alweer weg. Ja, hij moet dus durven. Hij rijdt rondjes. Ik vertrouw het niks. Ik ken wel iemand met een groene eend. Maar dat kan hem toch onmogelijk zijn. Wie dan? Een ambtenaar van de gemeente. Oh, om te kijken of wij wel smokkelen volgens de regels. Ja. Ik kan er niet om lachen. Nou, meneer is dus nergens te bekennen. Johnny, misschien is dit toch een 1 april grap. Hoezo, moet jij erom lachen dan? Nee. Dan is het dus geen 1 april grap. En ik ga hier nog heel veel spijt van krijgen. Ik ben niet tevreden, Henny. Luister, er moet iets verkeerd gegaan zijn. Ik neem meteen contact met Johnny. En dan spreken we vanavond af met Dennis. Zullen we dat doen? Het is vandaag 1 april, baas. Hola, wacht eens even, wacht eens even. Jullie denken toch niet dat ik een grap uithaal of zo? Nou, jij zou niet de eerste wezen. Hey, waarom zou ik? Ik ben toch niet gek? Nee? Wat ben jij eigenlijk wel? Ben jij soms een verklikker? Start hem nou nog eens. Ja, hij doet het. Bedankt. Als u even doorrijdt, dan kan ik ook weg. Oké, grappen maken. Jij krijgt nog 10 seconden. 1, 2, 3. Maar ik, 4, ik weet niet waar Johnny is. 5, 6, echt waar niet? 7, 8, 9. Oh nou, daar komt een auto aan. Los, Chevrolet. Zo, jij boeft, maar ik wil nooit meer zaken met jou doen. Hier nou, hier wijzen. Johnny! Weten jullie wat Johnny is? Ik moet namelijk om 2:30 weer op het gemeentehuis zijn. Gemeentehuis? Wat bedoel je? Ben jij een ambtenaar? Ja, hoezo? Oké, iedereen met zijn rug tegen de container. Shit, we zijn verlinkt. Wat dit te betekenen? Ik moet nou stellen te protesteren tegen deze gang van zaken. Als ambtenaar in functie. Als ambtenaar in functie zou ik, als ik jou was, maar even mijn grote mond houden. Je zit tot je nek in de problemen, vriend. Wij hebben de tip gekregen dat op dit terrein waardevolle beveiligingssoftware van de overheid zou worden doorverkocht. Hier ligt niks. Oké, doorzoek de hele wagen. Kom eens kijken. Dat is natuurlijk weer een geintje van recherche. Ja, wat kunnen we weten, hè? Wat stom. Nou, Van Dijk en zijn mannen zullen zich nu wel rotlachen. Wat leuk, oh wat leuk! Wat doen we nou met hun? Ja, laat maar gaan.
Transformatorenfabriek natuurlijk. Ik heb daar wel een kwartier rondgereden. Oh ja, op een fiets of zo. Sjaki had jouw auto. Ja, en ik had Sjaki's auto. Jij reed in die eend? Ja, en wat was jij nou? Wij stonden achter die containers. Zie je nou wel, Johnny? Achter die containers. Henny, wat hadden we nou afgesproken? Wij zaten te wachten op die roze brief van jou. Wat moest jij nou in die eend? Die had ik geleend van Sjaki omdat mijn auto het niet meer deed. Oh ja, dat heb ik gemerkt. Sjaki komt er even later het terrein mee oprijden. Wat een klote dag. Alles gaat fout vandaag. Had ik je al verteld dat de politie zelfs kwam opdagen? Ja, dat hoorde ik van Sjaki toen we vanmiddag zijn auto terugbrachten. Hij was nog helemaal in de war. Wat denk je van mij? Ik was bijna dood geweest. Hé hey jongens, hoe gaat het? Johnny, de koplampen van je auto staan nog aan. 1 april. Net nou wat. Weet je, ik haat 1 april. Ik blijf volgend jaar gewoon in mijn nest liggen. Met die mooie meid. Oh, dat is waar ook. Hoe is dat eigenlijk afgelopen? Jij ging toch gisteren met die spetter naar huis? Ja, ik zweer het je. Ze bedankte me vanochtend met tranen in de ogen. Ze was nog nooit zo gelukkig geweest. Johnny, was dat die meid van gisteren? Ja, Sasha. Ken je dat? Ja, van het bureau. Welk bureau? Een modellenbureau? Nee, van het politiebureau. Ze is een stille. Wat? Ja, ze is een agent. Ik moest laatst wat bonnen betalen, zag ik haar door de gang lopen. In uniform. Uniform? Maar dan is zij misschien die verklikker geweest. Wat? Die agenten hadden een tip gekregen, zeiden ze. Dat was zij natuurlijk geweest. Zij moet van jou hebben gehoord dat wij daar zouden zijn met die spullen. Ik heb niks gezegd. Zei jij niet eens dat je in je slaap praat, Johnny? Nee, maar om eerlijk te wezen, ik lig daar niet lang wakker van. Ik heb alweer een andere meid. Wat? Alweer een andere meid? Dat is snel, Johnny. Ach ja, ik neem ze altijd eerst 3 dagen op zicht, hè. Is ze toevallig hier? Ja, daar staat ze. Zij heet Mirjam. Wat? Is dat je nieuwe vriendin, Johnny? Ja, hoezo? Nou, dat is vreemd. Ik dacht dat ik aan de telefoon hoorde praten met een vriend. Nee, je moet je vergissen, Kees. Dat denk ik ook. Hij had ook zo'n rare naam. Ze noemde hem de hele tijd inspecteur. Doeg. Hoi. Hey, Johnny, zullen we gaan? Nou, nee, ik ga toch maar niet mee. Wat? Zijn we toch naar de film? Ja, ga maar alleen. Nou, wat doe jij ineens gek? Ja, weet je wat, Mirjam, laten we er eigenlijk allemaal maar mee stoppen. We kennen elkaar pas. Ja, maar het is wel lang genoeg. Ik heb het al een beetje gezien, zo. Dag. Vale minkekom. Zo. Goed gedaan, Johnny. Die heeft mooi bord gevangen. Het is maar goed dat Kees het hoorde van die inspecteur. Wat is er? 1 april. Dit bedoel je toch, hè, Johnny, met acteren?